bij deze nieuwe video. Ik heb wat dingen geshot bij de action die ik graag aan jullie wil laten zien in deze video. Ik heb geen fancy action tas, want ik doe tegenwoordig alles gewoon in mijn boodschappentas. Dit is gewoon veel duurzamer en dit is gewoon zo'n stoffen tas. Super handig en stevig ook. Goed, daar gaat de video helemaal niet over. We gaan gewoon door naar de action spullen. Wat ik namelijk zag in de folder van de Action of Online was dat ze deze gezichtsmassage hadden. Wat is het eigenlijk? Een soort elektrische face massage. Dus een elektrische gezichtsmasseerapparaat. En deze is gemaakt van rozenkwarts. En daarom wilde ik hem zo graag hebben. Want als je mij kent, I love crystals. Ik hou van edelstenen en dus ook van rozenkwarts. Super mooie edelsteen is dat. En vorige week was die in de weekaanbieding. En ik ging op een woensdag. En toen was alweer de nieuwe weekaanbieding ingegaan. Dus ik had hem niet voor de goedkopere prijs. Ik geloof dat hij in de weekaanbieding 2 euro nog iets kostte. En nu is die de normale prijs. En dat is 3,49 euro. Goed. Maakt niet uit. Dit is hem. Ik vind hem er echt heel erg leuk uitzien. Hij ziet er echt heel fancy uit. En dit is dan de roze. Dit is gemaakt van roze kwarts. En wat je dus doet is, ik heb al de batterijen erin gedaan. Want ik wilde hem al testen. En hij is echt heel fijn. Je zet hem aan. Hij trilt best wel hard. Zoals je ook hoort. En dan kun je gewoon over je gezicht heen gaan. En dat kun je zowel gewoon normaal zo doen. Als dat je een product als een serum of een dagcreme gebruikt. En deze op die manier inmasseert in je huid. Zodat die beter wordt opgenomen. Althans, dat wordt gezegd dat die dan beter wordt opgenomen. Ik merk alleen wel, hij is heel gevoelig bij mijn neus. Want als ik zo over mijn neus ga, dan ga ik niezen. Dus dat moet ik niet al te vaak doen. Ik merk nu ook alweer dat ik kriebel in mijn neus krijg. Maar goed, hij is echt gewoon super fijn. Met name ook gewoon bij je slaap en gewoon je voorhoofd. Ik vind het echt, ik ben echt nou al fan. En ik zag ook gelijk toen ik hem gebruikte dat mijn huid gewoon wat meer glowy was. Dus wat meer een gezondere glow had. Dus deze, ik ben nou al fan. Wat ik ook nog zag en tegenkwam was deze washand, zeg maar. Dit is gewoon zo'n washand die je meerdere malen kunt gebruiken. En dan hoef je dus alleen maar, je hoeft hem alleen maar nat te maken. En dan kun je gewoon je make-up eraf halen. En dan doe je hem gewoon, dan was je hem uit en dan kun je hem de volgende keer weer gebruiken. Super handig. Ik had deze alleen. Die had ik een keer gekocht bij de DM. Maar die was zo vies geworden dat ik een nieuwe eigenlijk nodig had. En nou zag ik deze voor 89 cent bij de Action liggen. En dacht ik, nou die gaat mooi mee. Ik vind dit echt mega handig. Ik ben echt super lui als ik s'avonds bijvoorbeeld met mijn make-up eraf halen. Dan wil ik gewoon het liefst dat het zo snel mogelijk eraf is. En deze washandjes, die zijn echt ideaal daarvoor. Je hoeft dus ook geen reinigingsproduct te gebruiken hiervoor. Je maakt hem gewoon nat en dan kun je gewoon al je gezicht schoonmaken. En dat werkt dus echt voor luie mensen. Heel fijn. Dan kocht ik ook nog 3 maskers. Ook weer speciaal voor de luie mensen zoals ik. Ik hou van sheet masks. Gewoon maskers die je gewoon lekker op je gezicht kunt leggen. En geen gedoe met eraf spoelen en stukjes die eventueel nog achterblijven. En nee, dat is echt niets voor mij. Dus gewoon lekker makkelijk zijn deze maskers. Ik heb ook gewone maskers die je gewoon moet insmeren of peel-off. Peel-off vind ik dan ook nog wel fijn. Maar die gewone, die kleinmaskers die je moet insmeren en die weer helemaal moet afspoelen, die gebruik ik zelden. Eigenlijk alleen als ik eraan denk wanneer ik ga douchen, zodat ik hem dus op kan doen. En dan ga ik douchen en dan kan ik het dan in één keer afhalen. Dat vind ik het fijnst, anders zit je weer helemaal onder en zo. Ja, is echt niet aan mij besteed. Goed, 3 maskers van het merk The Beauty Depth. 1 met avocado. Even kijken, dit is met Flower Infusing Soothing and Brightening Sheet Mask. Ik dacht alleen dat ik een andere had.
Ik weet niet. Ik weet niet meer waarom ik deze heb gekocht. Ik denk gewoon voor soothing of zo. Want brightening, ik ben niet zo van de brightening producten. Dus geen idee waarom ik dat heb gekocht. Aloe vera, altijd goed natuurlijk. Super fijn. Hydrateert en zorgt echt voor een mooie huid. En daarnaast heb ik er nog één gekocht. En deze is met chica, als ik het goed uitspreek. En chica is een Koreaanse plant. Ja, a popular plant in Asia, well known for its healing properties. Dus een helende plant is dat. Dus ik ben hier erg benieuwd naar. En ze kosten de flower infusion. Dus deze is 49 cent. Deze is 99 cent en deze is 67 cent. En ze zijn ook allemaal vegan, dus dat vind ik ook wel heel erg prettig. Dan kocht ik ook nog twee duurzame tandenborstels. Dit zijn van die bamboe tandenborstels. En ik ben helemaal klaar met al die plastic tandenborstels en zo. Dus kocht ik deze en deze zijn 47 cent per stuk. Wat ik echt niet duur vind. Want je ziet ze wel eens. Ik heb ze wel eens vaker gezien. En dan waren ze echt veel duurder. €3 per stuk of zo. Dus ik ben blij dat ze bij de Action voor veel minder hebben. Ook kwam ik deze massage scrub zeep tegen. En ik vond hem er zo leuk uitzien. En er zit arganolie in. En havermout. Dus daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Het is een natuurlijke zeep. Wel op basis van palmolie, als ik dat zo zie. Maar goed, ja, daar hoor ik ook diverse verhalen over. Ik bedoel, want als we geen palm, geloof ik, meer mogen kappen, zeg maar. Of in ieder geval, als er geen palmolie meer wordt gemaakt, dan moet er weer meer andere olie of in ieder geval andere soort boom gemaakt worden. Er was iets mee. Met dat hele palmolie verhaal. Dus er gaan zoveel verhalen tegenwoordig overal de ronde over. Maar goed, deze kocht ik dus ook. En die vind ik echt heel erg... Volgens mij is hij heel fijn. Hij ruikt ook heel mild, dus dat is ook prettig. En ik ben er gewoon heel erg benieuwd naar. En deze kostte 99 cent. Wat ik ook tegenkwam, wat ik zo leuk vond, was deze hand. En dit is een theelichthouder. Dit was helaas wel de laatste in de witte kleur. Dus hij is wat beschadigd aan de bovenkant. Maar ik dacht, I don't care, ik wil hem hebben. Ik vind hem zo mooi. En dit is echt, echt een saar dingetje, zeg maar. Dus deze nam ik ook mee. En deze is 1,49. En dan zijn we alweer bij het laatste product aangekomen. En dat zijn de mondkapjes. Binnenkort gaan we op vakantie naar Oostenrijk en daar moet je in supermarkten, bij tankstations en eigenlijk als je ergens naar binnen gaat, moet je een mondkapje dragen. Dus hebben we deze gekocht en eigenlijk zijn ze altijd wel handig, ook als je hier in Nederland ergens een mondkapje nodig hebt, dan kun je ze maar beter in huis hebben. Dus vandaar dat we deze kochten en deze zijn €4. En zitten er 10 in en ze zijn, het zijn wel dan van die single-use mondkapjes. Dus je kunt ze maar één keer gebruiken en dan moet je ze weggooien. Daar baalde ik wel van. Maar ik kon geen mondkapje vinden die van stof was en die je kon hergebruiken zo even snel. Dus vandaar dat ik deze heb gekocht. Wellicht had ik beter mijn best kunnen doen en beter op zoek kunnen gaan naar eentje die recyclebaar is. En die je dus vaker kunt gebruiken. Maar anderzijds... Ja, dan moet je er weer meerdere hebben, want als je hem één keer op hebt gedaan, dan moet je hem eigenlijk daarna... Ja, je zult hem toch een keer moeten wassen en dan heb je weer een andere nodig. Dus goed. Ik ben voor nu voor deze gegaan. En dat was de shoplog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik wil je natuurlijk super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je nog ideeën hebben voor mijn kanaal, laat het me weten in de reacties in de comments. Alles eigenlijk met betrekking tot spiritualiteit, tot lifestyle en fashion, zeg maar. Of duurzame fashion. En dan zie ik je natuurlijk heel graag weer volgende week terug bij een nieuwe video. Bye bye!